Wilson awesome en beers, welkom bij weer in een nieuwe video. In deze video gaan we even naar Bitcoin, maar we kijken ook weer even naar End en ik doe Silica. Ik heb jullie aanvragen natuurlijk allemaal bewaard en dat komt zeker terug in een langere video. Ik wil jullie weer hartstikke bedanken voor het kijken en vergeet niet te abonneren. Voor de nieuwe abonnees hartstikke bedankt voor het abonneren. Het groeit eigenlijk weer een beetje. Lekker daar. Laten we in Bitcoin duiken. Bitcoin die liet wat zien en die begint nu een beetje resistance te krijgen. Precies op die lijn die we dus tekenen voor die beervlek. Die ik teken. Het is dus geen financieel advies. Ik laat mensen zien mijn gedachten. En je kan handelen, of tenminste, probeer altijd een eigen plan te bouwen. Ik probeer ermee te helpen. Ik zit zelf al negen jaar in de crypto. En ik probeer al het goede gratis te delen op YouTube. Dus voor mij zie je nog niet echt. Voor mij zal je nooit services krijgen met calls en zo. Ik zou meer samen met je dat gaan doen. Maar ik heb wel leuke lesmateriaal wat ik ga maken. En waar ik als eerst in workshops gewoon live tegenover je kan zitten. Om uh, dingen te leren. Dat is allemaal in de maak En ik hoop dat snel te kunnen doen. Bitcoin, laten we gewoon gaan induiken. En dat uh, een beetje slappige lul. Achter ons laten. Laten we gewoon naar Bitcoin gaan. Bitcoin zie je nu dus ook weer tegen die rode moving average. Of weer. Je ziet hem tegen die rode moving average. Dat is een belangrijke. Je ziet ook hier. Hier val je in één gat, val je naar beneden. Je hier level, dus je laat zien dat je daar naar beneden wilt, je vindt er nog even support op, je rijdt erop en daarna ga je finaal naar beneden. Dus die rode moving average die is altijd wel belangrijk, omdat het veel op de daily is. Als je dan gaat kijken naar verdere targets, of als deze beervlek, en beervlek is vaak wat er in de beervlek gaat, gaat er ook weer uit naar beneden. En dan zou je helemaal hier beneden kunnen komen, of in ieder geval weer een beetje bij die 30.000 kunnen komen. Maar goed, dat gaan we dus meemaken. Dus je moet eigenlijk hopen dat je hier ergens support behoudt. Boven die groene en die blauwe. Die blauwe is 44, die groene is 100. Als je daar een beetje support op houdt. En daarmee vergelijking zit, of tenminste daar gelijk mee zit die 0,26. die 6, Dan kun je waarschijnlijk structuur maken om die hogere move te maken naar die 0,6 en 8. Het kan altijd in één keer wegschieten. Dat, dat doet Crypto ook. Het kan in één keer. Kijk naar Silica. duik we zo ook even in. En in Luna gaan we heel snel. Maar goed, we komen hier tegen resistance aan. Dat zei ik ook in die video. Je moet gewoon hopen dat je hier je levels gaat behouden. Hier kun je ook weer je retracement vips opzetten tot het level 0,6 en 8. Zou supergoed zijn om daar support te houden. Ik zal hem heel even voor je tekenen, maar bouw dit gewoon zelf verder. Want je moet zelf het plan gaan maken. En ik zit nu helemaal de verkeerde. Dat is de extension tool. Ik moet natuurlijk die retracement tool. Ik ben natuurlijk ook altijd benieuwd wat jullie van de video's vinden. Uh, en dan krijg ik heel veel uh, positieve berichten. Maar vind je iets, wil je iets veranderd hebben, zeg dat ook gewoon. En je kan me altijd op de social media bereiken: op Twitter, op uh, TikTok, op Facebook, op Instagram. Probeer je daar ook voor aan te melden, dat helpt mij enorm. Maar goed, de heren teken ik hem voor je hier. Hier heb je de 068, die zit een beetje, nou ook weer gewoon bij die moving averages en die. Uh, die andere met VIP, die wit VIP, die 0,2, die 6 op de een beetje vanaf de 41.000 tot en met de 42.000. Dus in die zone wil je support houden, mocht je die hogere move of mocht je die down move nu gaan krijgen, daar support wil, wil houden. Maar goed, dus je kan ook gewoon nu naar boven springen en meteen naar die en 0,86 gaan. Als dat gebeurt, dan voorspel ik niet echt dat er uh, nog veel in die markt kan gebeuren. Want je ziet ook aan het volume, er komt nog steeds niet echt veel volume in. Als je het volumeprofiel beneden ziet. Helemaal niet als je het vergelijkt met de periode hier. Dus het grote geld wil ik nog niet echt in. Inse, of tenminste, grote partijen. die zullen ook nooit zo hoog kopen. nadat de coin vanaf de 4000 uh, dollar is gekomen. twee jaar geleden. <coughs> maar goed. Een heel ander onderwerp. Laten we gewoon doorgaan met. End. End kreeg ik van. Uh, tenminste, het was een aanvraag. Maar in het, ik had hem in mijn vorige video. een beetje als een soort van FOMO plaatje gegeven en dat wil ik gelijk meteen ik wil niet die fomo geven maar ik wil hem wel gelijk even weer naar boven halen wat ik liet zien uh, dat, want dat is silica en silica die liet wel een mooi patroon zien uh, is het natuurlijk te makkelijk om te denken van uh, we hebben een blueprint gevonden en hij gaat precies doen wat, die, wat die hij uh, wat wat silica gaat doen dat is dus niet zo daarom hoor je mij ook eigenlijk bij het begin dat ik het patroon laat zien hoor je mij ook zeggen van uh, Silica, of tenminste, en kan nu ook gewoon een down move maken en hierin blijven hangen. Het kan gewoon iets heel anders doen dan het Silica het doet. Het hoeft ook niet zo'n gigantische move te maken als Silica. Daar kom ik straks wel even op terug. Maar je ziet wel, het houdt wel mooiste levels en eigenlijk geeft het je gewoon een entry. Tenminste, als het nog verder zakt, geeft het gewoon weer een mooie entry. Ik zie het meer als kansen. Kijk, als zit je erin en ik zit erin, dan vind je het niet leuk dat het daalt, maar om een positie te vergroten, zou ik best wel weer. Rond die 0.6 en Komt weer ook bij die rode moving average. Gaat eigenlijk een beetje stijgen naar boven. Bij die 5 dollar zou ik echt alweer graag willen kopen. Als je ook die lijn doortrekt. Hier vind je resistance en hier volle resistance. Dus het kan wat support gaan geven. Dus bij die 5 dollar kan ik best wel weer geïnteresseerd zijn in een entry om die hogere move te maken. Want nogmaals, dit zou mijn eerste target zijn. En ik zit er weer in de verkeerde. Hier. En dat valt eigenlijk samen met die retracement tool. Ik heb die retracement tool nu helemaal van boven, maar meer omdat we dus die vergelijking maakten met, uh, met silica. Maar eigenlijk kan je natuurlijk hem ook nog steeds vanuit hier houden. Ik bedoel, dat bedoel ik met van, het hoeft niet precies hetzelfde als silica te gaan. Zolang er maar een beetje hetzelfde volgt, dan heb je een beetje een idee waar het naartoe kan gaan. Je ziet dat deze nog niet eens zo heel goed werkt. Volgens mij hadden we hem toen ook vanuit hier inderdaad. Kijk, dit is wat we wilden. Dus je bent nu al bij een belangrijk level. Dat heb je nu gepierst. Je vindt er ook een goede retrace op op die 0.382. En dus het maakt nu de weg vrij om naar die 0.68 te gaan. Dat is die 6.45. En dan zou dit mijn uiterste target, of tenminste één van mijn laatste targets zijn bij die Square Dat is een beetje bij die 0.83. Dus natuurlijk heb ik ook nog steeds dit plaatje. Voornamelijk omdat je dan hier die 0.382 hebt, die eigenlijk deze Square covert. En dat ligt weer een beetje bij die 7,80 dollar. En dan heb je de 0,68 voor als je een gekke Silica move gaat maken op de 10 dollar. Laten we eens naar Silica kijken, want ik vergelijk hem wel de hele tijd ermee. maar laten we die eens een stukje ontleden. we hier? Ik heb hem nog niet eens heel erg fine-tuned. En je ziet al dat er wat op gereageerd wordt. Maar ja, dit is dus het gekke van crypto: dat het in één pijl omhoog gaat. Ik hoop ook dat je nu genoeg video's van me hebt gekeken dat je weet: ah, ik kan er gewoon rustig wachten totdat die prijs weer naar me toe komt. En mis ik deze, dan heb ik deze gewoon gemist. Uh, dus zoek ik wel weer een andere coin die dit kan doen. Dat je je niet rot gaat voelen dat je hiernaast hebt gezeten. Natuurlijk, iedereen denkt van, ah, zet ik hier maar in. Als je hier niet in hebt gezeten. Maar je moet er gewoon profijt van gaan maken. En je moet weten dat die prijs altijd wel weer een retrace nodig hebt om nieuwe kopers te vinden. Of om, even kijken, ik probeer het in te zoomen, grote square te vullen. Moet je kijken hoe groot deze square is. Van de 48 cent tot en met de 94. Uh, 9,4 cent. Dus van 4,8 cent tot de 9,4 cent. Dus dat is een gigantische square. Als je niet weet wat een square is, dan weet je dus ook helemaal niet wat. Dan denk je dat het alleen maar verder kan gaan. Dat het naar de maan gaat. Hè? Dat het misschien wel naar de dollar gaat. Wij weten, of tenminste ik weet. Het heeft nog niet eens deze high gebroken. Terwijl het wel zo'n gigantische move maakt. Dus het zegt nog helemaal niks zo'n move. Je ziet er ook wel wat volume in gaan. Je ziet er wat volume in gaan. Maar pak ik het volume van daarvoor. Was veel meer. Was twee, misschien wel drie of vier keer zoveel hier. Dus deze move zegt nog niks. Er is gewoon een goede update. Of tenminste, ik weet. Ik, sorry, ik weet heel even niet meer het nieuws. Maar er was al uh, iets van een update. En goed nieuws ook ervoor. Dus er zit wel fundamenteel wat achter. Maar die move is niet fundamenteel. Die move is een unsustainable move. Die vaak 80 tot 100% terug gaat geven. Laten we eens kijken naar die targets. Want. Ik heb hier ingezeten en ik heb hier bijvoorbeeld al bij die 0,382 al het winst gepakt. Al dacht ik dat we hier naar beneden gingen, maar toch laat het niet, is het niet echt door mijn stop los heen gegaan en kan ik weer verder kijken. En mijn volgende level wordt dan die 0,68. En die 0,68, daar heb ik twee vragen over. Of ik hem dan vanuit hier moet trekken en dat ik hier misschien al winst had moeten pakken. Want je bent nu zo dicht bij die 0,68. Ik pak ook vaak wel gaandeweg natuurlijk winsten. Dat zeg ik vaak in video's. Hier zit een 0,5. Als je hier helemaal doorheen gaat, dan weet ik in ieder geval dat ik nu moet opletten. Of als ik het nu heel druk ga hebben de komende weken, dan pak ik hier gewoon alvast wat winsten. Zeker als je van de grond komt. Want waarom zou ik nu geen winsten pakken? Het is vanaf de grond een 300% gestegen, zoals je kan zien. Dus genoeg percentages eruit gaan kunnen halen. Ik wacht wel op een retrace dat ik wat groter erin kan. Maar goed, dat heb ik dus niet gedaan, want ik dacht dat we. Ik had eigenlijk eerst deze uh, vertrouwde ik, omdat je hier precies op die 0.382 dan kwam. En toch denk ik eerder dat we hem vanuit hier moeten houden, halen, of misschien wel iets lager. En dat wil ik met jullie gaan bekijken. Hoeveel lager moet hem dan trekken? Want in principe vind je hier eigenlijk ergens een top. Eigenlijk zou je hem vanuit deze willen trekken. Maar je wil hier nog één keer omhoog en ja, dit is toch wel echt de allerlaatste keer. Misschien hier nog één keer en dan gaan we heel even kijken of we die targets gewoon, of tenminste dat die targets een beetje gehit worden ook. Want ik had hem net anders en dan werden ze exact gehit. En dan zie je dat je nu boven die 0.6 en 8 bent, dit is die 0.382. Ik vind hem toch nog niet heel netjes. Ik had hem, als ik hem zeg maar van het hierboven trok, dan waren die eerste targets veel beter. Volgens mij moest ik een beetje van die top eraf halen. En dat is het fijntje. Dat is best wel groot om in video's te doen. Omdat het lang kan duren. Maar goed, ik het, het pierste net. En daarna, jij ziet hoe dichtbij je bij die 0,68. Ik laat hem het liefst zo gewoon. Dan heb ik die 0,68 op een 16,7 cent. Maar wat ik al zei, van, als, hoe ik het doe. Ik, ik pak gaandeweg winsten. Zeker in groene candles. Net als het dat er hier gebeurde. En ik laat er altijd een stukje in staan. Ik kreeg de laatste vraag volgens mij hoeveel percentage. Dat vind ik super lastig om te zeggen. Want hier sprong het in één keer hier naartoe. En er zat gewoon wat fundamenteel nieuws achter. En het bleef je sport houden. Dus ik heb er hier wat minder uitgehaald dan normaal. Maar eigenlijk bijna bij alle coins, omdat ik gewoon wat voorzichtiger ben in de markt waar we nu in zitten. zou ik hier eigenlijk al 50% van die hele positie eruit halen. En dan heb ik het hier, zou ik dus nog de rest eruit halen bij die 0,86. Want vaak is dit een eindpunt. Ook omdat je hier nog een. Lichtelijke Square Up heb ik. weet niet of die al door deze gevuld is. Maar je hebt hier ook op dit level bij die 16 cent een volle retrace. Dus ik weet gewoon dat ik hier mijn winsten moet pakken. En dan laat ik er waarschijnlijk een 25% in zitten voor een push-winner. Want die andere 75% of misschien wel 80% die wacht ik liever dat ik weer wat lager kan kopen. En deze positie kan vergroten. Zodat ik niet in die tussentijd stilstaan met mijn geld. En misschien wel weer verwater naar hetzelfde level ga. En dan. Ja, dan, moet ik maar, dan zit ik maar de hele tijd in Silica. Terwijl je nu dus ook andere kansen hebt. Ik hoop dat deze duidelijk is en dat ik heel even door kan gaan naar Luna. Ik wil er een korte video van haar maken. Dus dit wordt ook de laatste. Wat ik al zei in het begin van de video. Ik, zou, ik heb jullie dingen onthouden. Maar ik wil deze laten zien omdat deze echt exact mijn target heb gereden. En dat was een target die ik in de video had gegeven. Nou hoop ik dat het in de video terugkomt. Ik zie nergens meer grafieken. Nee, toch? Ik ga hem even zoeken, want ik had hem net wel. En, en dat is het met als je video's opneemt en uh, je gaat TradingView in, dan wist het soms grafieken. Het, uh, dit is echt heel zonde. Maar als het goed is, kun je het uit die vorige video halen. Ik ga ze toch gewoon even allemaal af. En maar soms moet het ook nog even laden. Ik vind het heel erg jammer. Het was uit mijn 2.6 en 8 geraakt. Op de 109 dollar, die licht ik ook uit in die video. Even kijken, niet om... Maar dat is dus weer voor mij een belangrijk level, waar ik winsten pak. En waar ik weer verder ga kijken naar andere coins. En daarboven zaten er nog andere levels. En ik vind het echt heel triest dat TradingView dit doet. Ik ga gewoon doorzoeken voor jullie. Ik wil hem gewoon te pakken krijgen. Anders is het gewoon een rot einde. En dan, ja, dan moet ik jullie maar gewoon gedag zeggen. Uh, ik denk dat het het einde wordt. Excuses daarvoor. Ik hoop dat ik hem een keer terug kan vinden. Ik weet al hoe dit komt. Excuses. hier komt hij. Let op. Ik hoop nu niet dat er iedereen weg is gegaan. Kijk, daar is hij. Die bovenste is bij mij anders ingesteld uh, van mijn grafieken. Kijk, daar is hij. Precies de 0,6 en 8. Hij is hier uitgesprongen. Hier piercen het. En dit zou ik denk ik nog best wel een beetje moeten fine-tunen. Nou, als ik het zo gevaartje dan gaat het te hard. Maar ik heb hier gewoon precies weer een level. Als het dit gaat piercen, dan weet ik in ieder geval dat deze levels erboven open, open zijn gebroken. En dan heb ik dus een level bij de 125 dollar en bij de 135 dollar. Kijk, die andere video waren twee video's achter elkaar. Je kan het aan het logo zien, wat je ook in deze thumbnail ziet. Ik hoop dat jullie wat in deze video hebben gehad. En Hebben jullie vragen, vraag het in de comments. Hebben jullie aanvragen en ik wil het allemaal horen. Vergeet niet te liken als je het leuk vond. En ook niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Je kan ook nog wat meer video's bekijken. Ik zie jullie graag weer terug. Adios en bedankt.